Soms is er iemand die ons aanspoort om steeds in het bovennatuurlijke te leven. In absolute onzekerheid over onze concrete situatie, onze plannen, reizen, gezondheid, de dag van morgen, om te leven in de zekerheid van de echte werkelijkheid. Dat betekent het ogenblik van nu goddelijk beleven. Weten en willen wat God wil dat we weten en willen in het ogenblik van nu. Vandaar de opdracht die Jezus ons gaf om waakzaam te zijn. Want we kennen dag nog uur van zijn komst. Waaraan je kunt toevoegen van geen enkele keer dat hij komt. En hij komt altijd, ieder ogenblik, via zijn wil, die ons mensen droevig of mooi kan lijken. Maar in werkelijkheid is hij het, is het zijn liefde. Deze houding zet ons zogezegd met beide benen op de grond. Op de grond van het beloofde rijk der hemelen, dat we hier op aarde al kunnen en moeten waarmaken. Zo lopen we geen gevaar te struikelen door de zonde, door illusies, teleurstellingen of innerlijke verwarring.